Hallo, ik ben dokter Frode Geijmans en dit is mijn collega dokter Freek Broekhuizen. En in deze video bespreken we iets meer over de pijn of hoe gevoelig de behandeling van liquid facelift is. Nou kijk, liquid facelift is wel een flinke behandeling. We zijn er toch wel een half uur tot een uur mee bezig. En daardoor kan je na de behandeling ook best wel merken dat je behandeld bent. Je kan wat spierpijn hebben in je gezicht. Je kan het ook wat beurs aanvoelen voor een paar dagen. Maar als je nou gaat vergelijken bijvoorbeeld met een echte facelift, ja, dat is natuurlijk geen vergelijk. Dan voel je bij deze behandeling eigenlijk zo goed als niks. Ja, ja. Ja, dus misschien tijdens de behandeling, je voelt wat van de prikjes ook wel. Dan zit een verdoving in de gel en wordt de behandeling zelf ook verdoofd, je huid wordt verdoofd. Dus eigenlijk pijn is niet iets om reëel bang voor te zijn. Ja, ben je bewust dat het zeker wel gevoelig of beurs gaat zijn? Wil je nou wat meer informatie hebben over de liquid facelift behandeling, hoeveel pijn het doet en dergelijke? Kom gewoon naar onze website, daar staat nog veel meer informatie op. Of bekijk een van onze andere video's.